Ja? Denk even aan het C3 klavier in deze positie, wat je voor ogen kan hebben, zijn diagonale pentatonische ladder. Uit het toveren, zo kun je hem ook gewoon transponeren naar lage en hoge settings. Wat je hebt eigenlijk, met een dergelijke lick, dus voor A mineur in dit geval. Dus je mag de kleintjes een beetje. Welke vinger maak je eerst slide? Dat doe ik nou met de middelvinger. Want dan sta je al klaar en hoef je verder niets te doen, inderdaad. Dat is gewoon.